Room Game en ook weer kijken naar een nieuwe episode van de Hunger Games. Ik ga met jullie weer verder. Of naar verder waar we de afgelopen episode waren gebleven. Dat klinkt zo raar. Maar we gaan gewoon weer lekker de Hunger Games spelen. En ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vinden. Ik ga even deze jump proberen. Want normaal gesproken haal ik deze dus totaal nooit. Hè? Maar dan zul je net zien dat omdat ik nu opneem. Dat jullie zulke goede en positieve Laat maar. Wat gaan we deze video doen? Ik ga deze video met jullie verder met de Hunger Games. Of niet zozeer verder. Maar ik ga met jullie weer een nieuw potje beginnen. En ik heb er weer veel zin in. Dus ik ga gelijk even de juiste lobby kiezen. En dat is deze lobby. Chill. Ik ga jullie verder met de Hunger Games. Ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vinden. Ik heb er persoonlijk veel zin in. Dus het zal waarschijnlijk wel goed moeten komen. Ik ga even een area joinen. En elke area gaat joinen. Ik ga joinen. Ik ga deze joinen. Iceland. En dan kwam ik net op tijd in. Zagen jullie dat? Het is VIP. Maar ik was net op tijd. Super chill. Ik heb er weer zin in. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En we gaan vandaag eens even proberen om een potje te winnen. Want ik moet toegeven mensen. Het lukt ons niet altijd. Meestal is het zo dat wij er altijd gewoon vol in gaan met onze winning potions. Omdat ik zeg maar een tactiek heb. En dat is zeg maar altijd om winning potions in te nemen. En dan ga ik er altijd vol in. En dan gaat het meestal wel eens een keer verkeerd. Dat is kut. Want ja, verkeerd gaan. Of dingen die verkeerd gaan is gewoon niet chill. Dus dan snap je een beetje wat ik bedoel. Maar in ieder geval, dat maakt helemaal niet uit. Ik ga weer even de winning potions kiezen. En eigenlijk zou ik wel eens een keer via... Wow, dat was een echt hele rare Nederlandse zin die echt helemaal niet klopte. Ik zou wel eens een keer VIP willen hebben. En VIP is dan zeg maar dat je een bepaald pakket hebt waarbij je dus zeg maar al deze items kan kiezen. Dan kun je bijvoorbeeld een Argentine, dan kun je een draak kiezen. Dan kun je, oh nee, dit is een draak en dit is wat anders. Maar in ieder geval, dat is heel erg vet. Want op die manier kun je dus eigenlijk heel erg makkelijk mensen ownen. Dat is natuurlijk super vet. Alleen het nine is dat je hiervoor VIP plus moet hebben. En dat is zeg maar nog vervelender. Want je hebt zeg maar dit, dan krijg je als je VIP hebt. Dan kun je bijvoorbeeld deze nemen, Creeper Tamer. Dan krijg je creepers die bij je horen. Je kunt deze nemen, dan krijg je... Een bone meal, je kunt deze nemen. Dan krijg je twee hele goede boots. Dan krijg je met verder van 2. Maar als je nou een VIP pakket met plus neemt. Dat is zeg maar een duurder pakket. Waardoor ze meer geld verdienen. Wat zijn ze toch slim. Dan krijg je dit pakket. En daarmee kun je dus zeg maar meerdere dingen. En dat is beter denk ik. Ja, dat is beter. Dat is chillen. Want als je meerdere dingen kan. Dan loop je al een soort van voor op de andere. Want die zitten dan nog met allemaal van die skera tata items. En dan zit jij met daar met je fucking epische draak. Maar ik zie echt amper mensen met VIP plus. Kut. Dat is kut. Kan ik hier naar beneden springen? Oeh, laat ik dat maar niet doen. Laat ik dat maar niet. Dat is niet zo slim, denk ik, als ik dat ga doen. Ik kan beter even wachten totdat ik ergens anders ben. Come on. Zo en... Zo, nice. Oké. Okay. Oh shit, hij heeft een stone sword, is het niet? Als hij nou een stone sword heeft, dan vind ik het skeer dat hij helemaal nog niet iemand is geowned. Want stone sword is vrij goed. Ik bedoel, stone sword heb je niet snel. Dus als je een stone sword hebt, vind ik echt dat je gewoon gelijk mensen moet gaan ownen. Gelijk in één keer... Koppen eraf moet hakken. Nee, oké, dat is een beetje overdreven. Want dat is namelijk moord. En dat doen we niet aan hier in Minecraft. Nee, moord is slecht. Dat is heel slecht. Dat moet je niet doen, want als je moordt, dan ben je een slecht persoon. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Kijk maar gaan. Ik doe deze even aan. Oh, dat ruimde. Oeh, shit. Oh, hier zit ook nog iets in. Nice. Zo. Kut, ik ga dood. Oh shit, ik haal het ook nog. Ik bedoel, kom op. Dat is toch hartstikke goed voor mij. Oeh, we hebben allemaal zwaarden. Ik moet een beetje uitkijken. Weet je, er zijn twee tactieken. Of twee, ik weet niet hoe je dat zegt. Wat is het meervoud van tactieken? Ik heb geen flauw idee. Maar er zijn verschillende soorten tactieken. En een van die tactieken is om gewoon te blijven rennen. Wanneer jij bijvoorbeeld alleen maar wegrent voor de tegenspelers. Dan gaan de tegenspelers elkaar afmaken. En dan blijf jij als laatst over. Of in ieder geval, dan blijf jij bij de laatst overgebleven groep. En als dat lang genoeg duurt en je blijft maar wegrennen. Dan is het uiteindelijk zo dat je een deathmatch moet gaan doen. En dat is wel simpel. Want als je op die manier iemand... Oh, dat is nice. Dat is echt chill deze. En als je, op die manier heel erg snel bijvoorbeeld iemand eraf gooit, dan win je dus gewoon. Alleen dat is een beetje de saaie tactiek, want op die manier ben je dus heel erg lang bezig. Kut onweer, draad door me heen. Maar dan ben je dus heel erg lang bezig met het wegrennen, dat is niet zo leuk. Ook niet, zeg maar, als je niet voor YouTube opneemt, kan het wel. Maar als je voor YouTube met opnemen, mensen zoals mij, dan is het veel leuker voor de kijkers als je lekker erin gaat vechten en shizzle de McNizzle. En daarom doe ik dit ook. En ik weet dat als ik nu naar de spam ga, dan kan ik iets gaan enchanten. En dat ga ik dus ook doen, want waarom niet? Ik bedoel, ik doe het eigenlijk nooit. Iets enchanten, gewoon bij de span. Dan ga ik mijn ex eens even enchanten. Nou, of niet mijn ex. Ik kan beter denk ik mijn helm gaan enchanten. Want een ex heb je niks aan. Want dan krijg je namelijk een vissersje 1 op. En daar heb je natuurlijk geen ene reet aan. Dan moet je echt iets gaan... Wat? What the fuck? Wat? De blazers? Die heb ik echt nog nooit eerder gezien. Is dat nieuw? Is dat bij VIP Plus? Maar dat zou wel bij VIP Plus zitten. Tuurlijk. Alleen omdat je geld betaalt kun je gelijk alweer blazen spannen. Jongen. Nee, weet je, ik begrijp het wel. Ik bedoel, je betaalt geld, kost veel geld. En dan vind ik ook wel dat je iets extra's mag, tuurlijk. Maar het moet natuurlijk niet overdreven worden. Stel voor je betaalt bijvoorbeeld 20 euro per maand. Of gewoon 20 euro eenmalig. En je krijgt dan elke maand VIP. Of je hebt gewoon altijd VIP. En je hebt dan bijvoorbeeld een spawn X van Ender Dragon. Ja, oké, weet je. Dan is het geen één reep meer aan voor de tegenspelers. Want dan is het zo dat jij een Ender Dragon spant voor hun neus. En dan zijn ze in één keer dood, weet je. En ik vind... Kut. Ik vind dat oneerlijk.
En ik word dik ingemaakt zometeen. Er zitten mensen achter me aan hier. Kut. Shit. Ik dacht eindelijk naar de span te kunnen. Oh nee, ja. Fuck VIP. Jongen. Het komt gewoon door VIP. Ik bedoel maar, kijk, omdat mensen VIP hebben, krijgen ze een hoe heet dat, een golden sword. Want die kun je niet krijgen in chesten. En op die manier verpest het gewoon een beetje het spel. Want op die manier kunnen ze je dus heel erg makkelijk ownen. En ik vind dat gewoon niet chill, want dan moet ik zo meteen ook 20 euro gaan betalen voor een fucking virtual spel. Net zoals mensen in een Habbo doen. Oh, dat was echt een hele mond vol. Het kwam me bijna niet uit. Maar ik vind dat gewoon niet chill. Ik vind gewoon dat je het spel moet kunnen spelen en ook moet kunnen winnen zonder VIP. Dat zou een stuk leuker zijn, zowel voor de tegenspelers als voor mij. Want come on, ik bedoel, is het leuk dat als je VIP hebt dat je iedereen kan doodmaken? Oké, dat is leuk. Ik weet het. Het is leuk om OP te zijn en het spel te kunnen ownen. En gewoon de beste te kunnen zijn. Dat is wel leuk. Alleen, als het zo is dat de tegenspelers daar nog geen plezier meer in het spel hebben. Waarom zou je dan überhaupt VIP willen? En ik bedoel, als ik de kans krijg om VIP te krijgen. Hell yeah, dan had ik het gewoon aangenomen. Dan had ik gewoon VIP. Ik heb die kans ook. Ik bedoel, als ik nu 20 euro ga betalen. Dat heb ik ook heus wel. Ik kan bij wijze van spreken 6 VIP pakketten kopen. Maar ga ik dat doen? Nee. Want ik spaar liever voor een nieuwe camera. Dan dat ik ga sparen voor een fucking... virtuele items. Ik bedoel, zo ben ik gewoon niet. Ik bedoel, ja, dat is niet chill, weet je. Ik bedoel, ik zou het wel een keer willen doen. Makkelijk. Ik zat zelf voor als ik de kans krijg als iemand zegt van, hey, vandaag 50% korting of ja, ben je 10 euro? Ben je voor altijd... Oké, weet je, 10 euro, dat kan wel. Maar 20 euro, man, zo duur is Minecraft zelf. En dan moet je de fucking betalen voor een VIP pakket voor een paar minigames. Ik vind dat gewoon te ver gaan. Huh? Oké, what the fuck? Dikke buggy. Oké, ik ga kiezen voor deze. Want ik heb normaal gesproken nooit een zwaard, maar altijd een bijl. En een zwaard is beter dan een bijl, dus het lijkt me ook wel beter om een zwaard te kiezen. Oeh, daar staat een meisje. Nee, grapje. Maar ja, daar staat echt een meisje, maar ik bedoel niet dat... Dat was een grapje. Maar in ieder geval, ik heb er weer zin in om dit potje te gaan ownen, want ik ben natuurlijk de allerbeste. Nee, grapje. Ik ben niet... Kun je trouwens... Je hebt speciale achievements voor elke server. Dat is leuk. Daar kom ik ook echt pas sinds kort achter trouwens. Kijk, en nu ben ik dus vrij blij dat ik een zwaard heb gekozen. Nu ben ik daar echt heel erg blij mee. Want had ik dat nou niet gedaan... Oh ja, daar trouwens bij dat rode vlaggetje daar... Daar zitten trouwens ook items. En daar zitten ook de hele zeldzame items. En dan bedoel ik met hele zeldzame bijvoorbeeld wooden... Of niet iron gear, maar stone gear. Dan moet je voornamelijk denken aan een stone sword en zo. En dat wil ik vrij graag hebben. Dus ik ga dan maar even snel naar boven. Want ik heb daar echt zin in om dat even te gaan pakken. En dan eventueel zelfs nog te gaan gebruiken. Wacht eens even. Ik bedenk me net opeens wat. Ik moet een boekverslag vrijdag inleveren en ik heb nog helemaal niks. Ik moet nog een heel boek lezen. Oeh, dat bedenk me echt net gewoon... Ik bedenk dat nu gewoon, hè, te plekken. Oh ja, trouwens, dan heb je er bijvoorbeeld dit. Ah, wat ben ik nou maar aan het zeggen? Hier, dan heb je dit. Hoppakee, dat is super chill. En 2 bottles of enchantment. Yo, zwak! Ik ben nu niet eens dood, moet je nagaan. Dat is toch nice. Oh, zit er iemand achter me? Nee, dat was niet iemand. Dat was ik zelf. Ik pleegde zelfmoord. En toen dacht ik dat er iemand achter mij zat. Dat is mijn leven. Nee, maar oh ja, trouwens een big. Doei, big. Jam. Oké. Maar, dan moet ik dus zo meteen even gaan fixen. Ik ga sowieso na deze opname ga ik stoppen met opnemen. Want dan wil ik namelijk even gaan kijken. Oh yeah, bitches. Hij had VIP pakket. Oh. Jezus, Mina. What the fuck, G? Wow. Hij had dikke VIP. Dat heb ik nu gewoon van hem zitten ownen. Dat vind ik altijd wel leuk. En dat is dan wel weer chill. Als andere mensen VIP pakket hebben, jij ownt hun, zeg maar. Dan ben je heel erg blij met de items die je op dat moment hebt. Dat vind ik echt chill. Dat vind ik dan wel weer leuk, een VIP. Want nu ben ik dus echt best wel heel erg OP met de spullen die ik aan heb en zo. Dat vind ik best chill. Dat vind ik leuk. Wat is beter? Iron of... Nee, gold is beter. Denk ik. Ja, het gaat sneller kapot, maar het is wel beter. Dus dat is wel weer een voordeel. Dus daarom ga ik liever gold dragen, want het is toch maar voor even. Kijk. Slachtoffer 1. Dikke hapering hier. Oh yeah. En dit vind ik dus leuk, hè. Maar lekker mensen kunnen... Dat was dus zo'n gast die dus van die blazers kon spannen. Hij raakt me niet. Moet je nagaan. Dan neemt hij via VIP-pakket. En dan raakt hij me niet. Maar hij komt wel achter me aan. Kut. Oké, hij ziet dat ik een golden sword heb. Ik heb niet gekeken wat hij had. Dus ik ga maar zo meteen gewoon aanvallen. Want ja, je moet toch wat in het leven. Oh, ik ben sterker. Ik maak hem in.
Oh shit, jammer. Nou, ik ben hier toch dan voor het kijken. Ik vond het weer leuk. Ik heb namelijk deze episode weer veel verschillende soorten dingen kon doen. Vind je dat nou ook leuk? Laat even een duimpje achter. Want als we nou de 1000 duimpjes hadden, dan zou gewoon hartstikke leuk zijn. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.